Bruls. Passeerbeweging van 1-0 neemt over. De ruimte ligt op rechts. Hier is de Walen. Die trapt en die scoort. En dan is het zware 0-1. Westerlo scoort bij zijn eerste doelkans. Maar het voetbalde gewoon wat makkelijker. Met wat meer vertrouwen dan Beerschot. Dus helemaal onverwacht is dit niet. Maar dat... Dan gaat Bruls. Dimenique in punt. Bruls met deze bal. Halve 45 op Abrahams. Opgevangen de Walen. Heeft een goed schot. De Walen trapt hem binnen. Ja, het staat 1-0. Gil de Walen voor Westerlo. Dat was een uitstekend begin. Van Neno met de kap. Abrahams, de Walen. En de goal. Jawel. Staat op 0-2. Van Eno en Bruls. Abrahams zoekt de Walen. Ah, zo'n goede voorzet. Buil vol risico binnen. Met nog 25 minuten te gaan. 20 minuten gespeeld dus in de tweede helft. En Kurt Abrahams met zijn achtste van het seizoen. Even. En binnengetrapt. Door Gil de Walen. Bij Leuven kregen ze de bal daar niet goed weg. Bleef daar wat hangen. Niemand van Leuven die er zijn voet tegen zette. Dat deed Gil de Walen wel. En zo Westerlo opnieuw op voorsprong. Een minuut of 11 gespeeld in de tweede helft. En de gelijkmaker. Jawel, de Walen. Als we dat goed gezien hebben in de mist. Jawel. Net als in Leuven weet hij te scoren bij een stilstaande fase. Een dwarrelbal in de 16 meter en hij reageert het snelst. Hij maakt zijn vierde van het seizoen. Maar drie man in de box en dan komt er toch eentje inlopen. De Walen, ook voor hem al goal nummer 5. 25e minuut, 5 minuten na de eerste is daar de tweede goal.